Ik ben Hannelore Magnus, ik ben wetenschappelijk medewerker in het Rubenshuis, waar momenteel een nieuwe langdurige bruikleen hangt, een portret van een onbekende vrouw en haar dochter van Titia. Het is eigenlijk in navolging van een ander schilderij dat hier nog heel recent ook aangekomen is, de Tintoretto, een andere Italiaanse meester. En net zoals Tintoretto heeft ook Titiaan Rubens heel hard geïnspireerd. Hij verzamelde schilderijen van Titiaan en daarom is het schilderij ook helemaal op zijn plaats hier in het Rubenshuis, bij Rubens thuis. Het schilderij toont een portret van een vrouw en haar dochtertje. Helaas zijn de twee personen geportretteerde onbekend. We weten niet wie er wordt afgebeeld. De gezichten van beide figuren zijn heel gedetailleerd en fijn uitgewerkt, maar de omgeving is onafgewerkt. Titiaan heeft af en toe een aantal schilderijen gemaakt die echt opzettelijk non finito waren, omdat dat een soort stijl was die bijzonder gewaardeerd werd. Maar er waren ook schilderijen die hij gewoon niet afgemaakt heeft, omdat hij soms zijn schilderijen maanden tegen de muur zette om daar nadien later aan verder te werken. Het schilderij zelf is eeuwenlang verborgen gebleven. Het werd overschilderd vlak na de dood van Titiaan, waarschijnlijk in opdracht van zijn zoon. En het is veranderd naar een religieus tafereel, Tobias en de engel. Dus de vrouw is de engel geworden en het kindje is Tobias geworden. Waardoor het dus een religieus tafereel was en waarschijnlijk commercieel interessanter was om te verkopen. Anderzijds wordt ook gespeculeerd dat de dame in kwestie de maîtresse van Titiaan zou zijn geweest. En dat dus dat de reden is waarom zij overschilderd is en veranderd is naar een engel. En het kindje zou dan de buitenechtelijke dochter zijn die dan veranderd is naar Tobias. Dit langdurige bruikleen is een mooie prelude over het barokjaar, barok 2018, waarin de barokke schilderkunst centraal zal staan en waarin het Rubenshuis ook heel veel nieuwe verrassingen zullen zijn. Er zullen nieuwe belangrijke bruiklenen komen en ook het gerestaureerde zelfportret zal terug naar huis komen. Dus het Rubenshuis heeft nog heel veel verrassingen in petto. In het Rubenshuis kan u een topstuk bewonderen van Titiaan. Deze Italiaanse kunstschilder was een van de grootste inspiratiebronnen van Rubens. Tijdens het barokjaar Antwerpen Barok 2018, Rubens inspireert, komt u er alles over te weten. Kijk op antwerpenbarok2018.be voor info en tickets.